Hallo allemaal, even weer een apart vlogje tussendoor. Jullie hebben de loop de tijd al wat fietsen bij ons voorbij zien komen, maar we hebben weer een fietsje. En een fietsje met dikke banden. En niet zomaar een fietsje. Het fietsje kan ook gebruikt worden in de camper. En daarvoor hebben wij deze eigenlijk uitgezocht. Om hem in de camper mee te nemen. En hier eventueel te vuren op de camperplaats. Want mensen met dikke banden, nee niet mensen met dikke banden, maar fietsen met dikke banden. Die doen het goed in het bos. En ja. Wel de gewone fietsen, maar andere mensen zeggen ja, de bandjes zijn net iets te dun. Dus vandaar dat we nu twee dikke banden fietsen in de Vura doen. En ik ga hem nu in elkaar zetten en dat gaan jullie zien. Veel plezier met kijken! Goedemorgen allemaal, welkom bij Help Mijn Man is Fietsenmaker. Daar gaat het een beetje op lijken, want we hebben weer een fiets. De Eng... Het is moeilijk uitspreken voor mij hoor. De Eng... Engui. Kijk, het is... Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is het merk, maar is het nou Engui of Engui? Ja, in ieder geval, zo ziet het eruit. Ik kan het niet goed uitspreken. Ja, mijn Chinees is ook niet meer wat het geweest is natuurlijk. Maar je denkt weer een fiets. Ja, weer een fiets. En het is weer een fiets met dikke banden. We zitten hier natuurlijk bij het bos. En we verhuren fietsen op de camperplaats. En dat gaat best goed. We worden regelmatig verhuurd. Alleen ik heb dan de Himiway met de dikke banden. En deze is ook met dikke bandjes. Dus ja, mensen willen graag met z'n tweetjes met fietsen met de dikke banden. Dan kunnen ze wat grovere wegen fietsen. Dus vandaar dat we een eentje hebben uitgekozen met dikke banden. En we gaan hem in elkaar zetten. En jullie gaan zien wat het wordt. Nou, we gaan hem uitpakken. Het zal weer een buikpakketje zijn. Mijn maat is er ook weer bij, hè? Een grote hulp. Nou, daar zit hij. Partij losse onderdelen. Maar, kom wel weer goed. Nou, dat is die. Uit de doos. Flink bouwpakket. Hé maat, we gaan weer bouwen. Nou, we gaan eerst even 300 tijlerpjes verwijderen. En dan kijken wat er over blijft. Nou, ik hoop dat de fabriek naast de tie-wrap-fabriek zit, want er zitten een partij tie-wraps om. Maar, kijk, het gaat al een beetje op een fiets lijken. Alles is dus een beetje af en nu gaan we hem in elkaar bouwen. Nou, we zijn al een tijdje bezig, valt mee hoor. Ik denk een kwartiertje. En het gaat al een beetje op een fiets lijken. Hij valt wel op. Licht hoef je niet te hebben, want hij geeft vanzelf al licht. Maar we hebben nog geen gebruiksaanwijzing gebruikt. En het merk trouwens waar ik het net over had. Kijk. Hier staat het Engwe Bikes. Dus het is toch gewoon Engwe. Nou, Powerlife. Ja, ik ga hem straks nog even goed laten zien natuurlijk als die in elkaar zit, jongens. Weten jullie nog bij de vorige fiets? Had ik die voorvork verkeerd om erin gezet, hè? Ja. Nu weer. Dus we moeten hem even draaien. Ja, onze cameraman is ook bezig. Die was even nieuwsgierig. Ga jij even de gebruiksaanwijzing lezen, maat? Hé?
Nou, we zijn ongeveer, denk een uurtje, alles bij elkaar bezig geweest. En hij zit helemaal in elkaar. Ga ik straks ook nog even proberen of ik hem ook weer uit elkaar kan halen. Denk je uit elkaar? Maar het is een vouwfiets. Dus ik wil eens even kijken hoe ik hem op kan vouwen. Maar ik ga eerst even kijken of hij wel, fiets. Het wordt tijd om het apparaat op te starten. Dan zit dit wel heel erg laag. Dit is een clownfietsie. Die doen we ietsje hoger. Zoiets denk ik. Nou zitten de sleutels bij. En ik heb even lopen denken. Ik denk, wat moet ik ermee? Nergens een slot. Maar ja, dus toch de gebruiksaanwijzing lezen. Maar het blijkt dus dat je hem elektrisch kan blokkeren. Dus dan kunnen ze hem wel pikken. Maar dan kunnen ze niet elektrisch fietsen. Dus wil je elektrisch gaan fietsen, moet je hem eerst eventjes aanzetten. En dat zit hieronder. Zo. Dan kan ik hem aandrukken. Nou, dan knippen we er wel even een stukje tussenuit, want zo kan ik hem dus niet aandrukken. Blijkt of het heen en weer moet doen of zo. Kijk, daar komt hij. Hoppa. Nou, spiksplinter nieuw, hè? 2 kilometertjes. En nee, dat zal de testrit zijn. Die Wang gedaan hebben op de fabriek. Ik weet niet hoe die heet, maar. Het ziet er in ieder geval leuk uit. Ja toch, ik vind, wel, vind het geinig. Hij is mooi oranje. Ja. Zeker. Hup Holland Hup. Ik ga straks ook nog eens kijken of ik hem in elkaar kan klappen. Maar het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde volgens mij als de andere fietsen die we hebben. Je kan versnellingkie omhoog, of tenminste geen versnellingkie, maar dan ondersteuning gaat hij omhoog. Dan kan je tot 5 standen doen. En uiteraard gewoon versnelling. Hij zit er op deze fiets ook. Jawel. Maar dan moet ik eerst de ondersteuning aanzetten natuurlijk. Hop, een gashendeltje. En dat gashendeltje is makkelijk als je weg wil komen met fietsen. Dus dan hoef je niet zo zwaar te trappen. Want hij werkt een beetje anders dan ja, de elektrische fietsen die wij gewend zijn. Hij heeft een motor aan de achterkant. Dus zodra je wil gaan fietsen, gewoon een beetje gas geven. En nou heeft deze fiets nog wat bijzonders. Als je gas geeft, en op standje 5, plop, gaat hij gewoon door naar de 25 km per uur. Zonder dat je hoeft te trappen. Een soort cruise control. Een soort eigenlijk een elektrische scooter lijkt het wel. Ja. Een soort cruise control. 8 seconden de gashendel beter houden. En dan blijft hij die snelheid fietsen. Dat is handig. Helemaal geweldig. Of het toegestaan is, geen idee. Nou, tijd om even te gaan fietsen denk ik. Of zit er nog wat? Ja, belletje zit erop. Kijken, we kijken naar de bandjes. Dikke wielies. Ja, en dat is voor hier. Dat in de bossen. Ideaal hoor. Is dat perfect. En ik denk ook dat we hem regelmatig zullen verhuren, want hier om door het bos heen te crossen is die leuk. Dan ga ik morgen trouwens met de camper op pad. Misschien dat jullie dat al eerder in de vlog zien. Ligt eraan een beetje hoe de vlogs in elkaar gezet worden. Maar dan gaat hij ook mee. Dus dan gaan we hem even uitgebreid testen. Ja. Nou, eerst maar even een stukje fietsen. En dan zal ik kijken of ik hem uit elkaar kan krijgen. Geen idee hoe dat werkt, maar dat gaan jullie ook zien. Hoppatee. Misschien moet het zadel nog wat hoger of het stuur, maar dat zien we straks wel. Eerst even testen. De trappers, dat zien we straks ook wel. Ja. Ik ga het even kijken. Mazzel zal wel gaan blaffen. Dat is meestal als we gaan fietsen. Dan wil die mee. Even kijken hoor. Nou, daar gaan we. Hoppatee. En eerste indruk. Helemaal goed. Gaat als een raket. Leuk hè? Ja, leuk fietsje. Hij ziet er ook, eerst dacht ik oranje, maar het ziet er echt leuk uit. Ja toch? Ja. Nou, we gaan hem nog uitgebreid testen natuurlijk. Dat ga ik morgen doen. En, maar dat zien jullie waarschijnlijk in een andere vlog hoor. Ga ik hem even een dagje meenemen. En dan door de stad heen crossen en door het bos crossen. Ideaal toch?
Zeker, kunnen we samen crossen. Maar nu, nu wordt het spannend. Oh. Want het is een vouwfiets. Dus we gaan even kijken. Dus we gaan hem even vouwen. We gaan hem even vouwen. Ik haal voor de zekerheid even de sleutel eruit. Dus nu is de computer niet te starten. Dan gaan we kijken hoe we hem uit elkaar moeten halen. Even kijken wat je aan het doen bent daar. Hier zit een klem. Die haal ik eraf. Ik kan misschien een knopje indrukken. Ja. Oh, een knopje, ja. Hoppa. Kun je een hoekje fietsen? Ja. Kijk hoor. Ik heb het nog niet eerder getest, hè? Dus het is voor mij ook eventjes... Ik denk dat de trapper even in de weg zit. Oh ja. Ja. En die kan je ook nog... Ja, die kan je ook naar binnen vouwen. Dus dat is ook wel handig. Zo, denk ik. Dan hebben we nog het stuur. Er zit een ring. Deze ring. Draaien. Dan klikken we deze los. En dan, kijk. Die ernaast. Oh, nice. Dit is het pakketje wat je dan... Tuurlijk, het is niet heel klein. Maar voor in de meeste campergarages past het er prima in. Moet passen. Ja, toch? Ja. Ik denk dat wij hem gewoon in elkaar laten staan. Ja, denk het ook. Ja. Oh, en het zadel kan je natuurlijk nog laten zakken. Ja, precies. Dan wordt hij nog ietsje kleiner. Maar niet hoog, hè? Zet hem eens nou op de grond. Ja, nou, kan nog even wat dicht. Er zit nog een beugeltje, kijk. Dan kan je hem gewoon op de grond zetten. Oh ja. Ja, is niet... Moet kijken, het komt net boven je knieën. Ja. Dus... Nou, ja. Ideaal. Ik vind hem helemaal mooi. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we nu... Gaan we kijken of we hem nog in elkaar kunnen krijgen. Oh jezus. Dat is ook niet heel onbelangrijk natuurlijk. Even kijken, want het is ook de eerste keer natuurlijk dat we het doen. Zadeltje vast. Stuurtje omhoog. Hop. Klemmetje erop. Hoi. Even hop, klik, klaar. Oh. Ja, nou ja, de trap is dan nog. Ja, en sleutel erin als je zou willen fietsen. Ik vind het wel gaaf. Want nu kan je op de computertje drukken, maar er gebeurt al niks, hè? Aanzetten. Niks. Er gebeurt er niks, dus... Sleutel erin. Even kijken hoe dat moet met die sleutel. Draaien of zo. En hij doet het. En nou doet hij het wel. Weet je wat nou het leuke is? Aan deze fiets. Ah, nee, niet bijzonder, maar er zit verlichting op. En die gaat vanzelf aan als het donker wordt. Oh, een soort schemerschakelaar. Ja, hoe, precies, weet ik niet. Maar dat heb ik gelezen. Oké, okay, nou dat en... zullen we nog even... Kijk. En een remlicht. Een remlicht. Oh ja. Ook nog een bijzonder ding. Dat wist ik dus ook niet. Dus het gebruiksaanwijzing lezen heeft af en toe wel nut. Is hij laat zichzelf ook op. Oh ja. Denk je, hij laat zichzelf op. Hoe dan? Hoe dan? Nou, als je dus harder gaat als 20 kilometer heuveltje af. En je trapt dus niet. Dat is wel belangrijk. Dan gaat hij zichzelf weer opladen. En nou ja, dat is natuurlijk wel mooi. Want dan wordt je afstand dat je kan fietsen. Wordt natuurlijk steeds verder. Alhoewel, je moet wel eerst die berg op. Dus dan gebruikt hij ook weer iets meer. Maar hij heeft, als het goed is, een range. Hebben we natuurlijk nog niet getest, want ik heb er nog maar 3 kilometer op gefietst nu. Van 100 kilometer. Oh. Dus. Nou ja. Best veel. We gaan hem gewoon uitgebreid gebruiken. Ja. En testen. En verhuren. Ja.
Dus als je hier in de buurt bent bij de camperplaats, je kan gewoon een fiets huren. Je kan de dikke mannenfiets kan je huren. En vanaf nu, dus ook deze. Ja. Nou, gewoon helemaal super. En ben je een keer in de buurt en je wil hem uitproberen, kom even langs, kan je hem uitproberen. Of je komt ons tegen onderweg, want we gaan natuurlijk met de camper binnenkort op pad. Ik weet niet of we deze meenemen eigenlijk. Nee, moeten we nog even... Ik ben er wel enthousiast over. Hij maakt een goede kans. Even okay. Kijken... Of een hondenmandje achterop kan. Ja, of mazzels plastic bak achterop kan, maar hem hebben we nog niet getest, hè? Nou. Gaan we zo even kijken. Ik ga even een stukje fietsen. Wat leuk is, kijk. Vering. Schokbreedjes. Ja. Die kan je toch ook aan en uitzetten of zo? Ja, die kan je vastzetten. En ja. Schijfremmetjes. Ja, het is niet hydraulisch. Volgens mij. Even kijken, ik heb daar niet zo... Nee, het is gewoon met kabeltjes. Dus ja, dat is wat goedkoper uitgevoerd dan normaal natuurlijk. Maar ja, het is wel makkelijker repareren. Zo simpel is het. Ja. Nou, oké. Okay. De Engway, hoe heet die? De EP2 Pro. Van Engway. A journey full of excitement. Wauw, nou. Wauw. Nou, wat ik zei, in elkaar zetten. Ongeveer een uurtje werk. Dus. En dan moet je wel die voorvork goed doen, dan scheelt het ook nog. Dat, ja. Dan vergis ik me wel vaker in. Nou, jongens. Helemaal top. Nou, ga jij nou maar even een stukje fietsen dan. Ja? Houdoe! Ik werd net mijn standaard. Uit, in, uit. Woep. Hoppa. 1, 2. Standje turbo. Let ik hem op, hè. Let ik hem standje 5. Dat is net een racewagen. Zo. Hou. Doei. Geweldig, joh. Hoe leed zaal hoog gezet, dat was ik even vergeten. Ah, dat geeft niet. Dat was een kogel. Nou, goede eerste indruk, hè? Ja. Oké. Okay. Kikkerfietsje. Dit was het. Ja, even weer een filmpje over een fiets. Maar ik denk dat dit wel een hele leuke is voor mee te nemen in de camper. En zeker als je niet zoveel ruimte hebt. Ja, ik heb er nog geen lange afstanden mee gefietst. Dus hoe dat gaat, dat durf ik niet te zeggen. Maar je kan er 100 kilometer mee fietsen. Nou ja, dat ga ik net van mijn leven niet halen. Zelfs niet in een week. Nou ja, dat is overdreven. Dat ga ik in een week zou ik het wel halen. Maar ja, voor... Ja, ik moet maar even kijken... Even in de omschrijving van de video, daar staan wat meer gegevens over de fiets. Maar tot nu toe wat wij ermee gedaan hebben, ja, nog niet heel veel natuurlijk, maar hij fietst als een raket. En ik heb hier vanavond nog even, heb ik niet gefilmd, een stuk door het bos heen gecrossed. En dat doet hij ook super. Hij staat trouwens nu in de camper, achter in de garage. En ja, morgen ga ik op pad met de camper en neem ik het fietsje even mee. Nou, bedankt voor het kijken jongens en... Ja, binnenkort weer nieuwe vlogs over onze camperavonturen en onze camperplaatsavonturen. En ons leven in Zweden natuurlijk, want dat gaat ook gewoon door. 2 maandjes, dan gaan we de grote reis aanvangen en we moeten nog wel wat dingen regelen. Er zijn nog wel wat beren op de weg, helaas. Eentje waar ik niet goed bij kan met mijn hoofd, maar dat zien jullie in een andere vlog. Bedankt voor het kijken en abonneren als je dat leuk vindt. Dat vinden wij in ieder geval heel erg leuk. En een duimpje wordt ook zeer gewaardeerd. Nou jongens... De mazzel!